Goedemiddag voor deze tweede keer. Man of the match. Vandaag Niels Koussement, zoals verwacht waarschijnlijk door vele supporters. Niels, gefeliciteerd. Dank u. Als 19-jarige, jong talent van KV Oostende, zit u hier voor de tweede maal dit jaar naast me. Het is altijd een goed gevoel waarschijnlijk om man van de match te zijn. En zeker vandaag naar 1-0 overwinning. Niels, conditioneel staat u er. Hoe komt dat dat u zo goed conditioneel er staat voor het ogenblik? Ik denk dat ik altijd al een goede basisconditie gehad heb. Ook met school en op training natuurlijk. Altijd 100% geven. Altijd werken naar je conditie. En ja, een keer dat je in de eerste ploeg bent, kan je niet meer permitteren voor conditioneel achter te staan. U zegt dat twee zaken tegen mij. Combinatie school, conditioneel en eerste ploeg. Wat ben combinatie school? Is dit vol te houden zoals u nu moet trainen bij KV Oostende, de combinatie met je studies? Op dit moment ja, gaat het nog, omdat ook de trainer er veel rekening mee houdt. Dat ik soms een keer training kan brassen, zogenaamd. Zonder hun steun zou het eigenlijk ook niet lukken. En ook thuis houden ze er rekening mee, ook bijvoorbeeld met de examens en de training. En ja, zonder al die steun zou het eigenlijk nooit lukken. Dus de steun van de trainer en de ouders en je entourage maakt je sterk. En de ploeg. En de ploeg maakt je sterk dat je in feite dit kunt realiseren. Dan zeg je daar straks tegen mij, eerste ploeg. Denkt u dat u nu vaste sterk hebt in de eerste ploeg? Het is eigenlijk te zien wat Julien nu heeft. Want ik denk toch dat hij nog altijd 10 keer sterker is dan mij. Dat hij zijn basis heeft in de ploeg. En ik denk naarmate de jaren gaan vorderen, dat ik wel kans maak op een basisplaats. Ik ben daar zeker van. De laatste wedstrijd was Julien hier naast mij, als man van de match, met 2 doelpunten. Vandaag zit u hier naast mij. Ik zou zeggen, bijna met 2 doelpunten. Ja. 1 doelpunt. Beschrijf uw doelpunt. Hebt u het kunnen beleven tot het einde waar u lag? Plat op de grond, denk ik. Ik heb eigenlijk de bal niet zien binnenvliegen. Ik denk dat ik... Ik weet niet meer eens precies van wie dat de bal kwam, maar ik draai open. Van Fred, denk ik. Ze maken eigenlijk een klein foutje. Ik kan me eigenlijk laten vallen, maar ik speel verder. En ik schop naar het goal. Hij wijkt een beetje af, denk ik. En ik maak eigenlijk een duikrol, denk ik. En dan vliegen al de spelers op mij. Dus ja, dat is eigenlijk wel een schitterend gevoel. Bijna een 2e doelpunt? Ja, ik draai open en met de linker, ik zeg ja. Ze hebben altijd gezegd, je moet durven shotten. Het is vandaag het moment voor een beetje lef en je kans te gaan. En ik zeg ja, ik draai open en ik schop. En hij vliegt eens naast. Oké, je moet lef hebben, jongen, je moet durven. Morgen, de studenten, volgen ze uw carrière als voetballer bij Oostende? Mijn goede vriend daar, mijn beste vriend, volgende wel natuurlijk. Ze vragen elke match hoeveel hij gespeeld, hoeveel speelminuten hij gekregen. En ik denk dat ze wel straks gaan berichten sturen en zo. En morgen mag ik zeggen, ik heb gescoord. Dankzij mij heeft KV Oostende 1-0 gewonnen. Proficiat Niels. Dank u wel. We hebben hier talrijke supporters die namelijk hebben u uitgekozen als man van de match, maar er was nog een bijkomende schriftingsvraag. Bij welke ploeg speelt ex-KVO-keeper Jeremy Dusminil momenteel? En het juiste antwoord was Poperingen. Niels, er liggen hier talrijke blaadjes. Het schijnt dat je geen familie mag trekken bij je. Ik heb je gehoord achter de coulissen. Dus trek maar gerust een blaadje. Ja, ik ga eerst u. U kunt... U bent verloofd. Nee. Nog geen vriendin, maar je kunt een vriendin uitnodigen om te gaan eten in de Charles Lindbergh en een fles cava erbij als aperitief. En nu mag u een supporter gelukkig maken. En wie maakt u gelukkig? Ja, het is niet de eerste maal dat iemand wint. Niemand minder dan Mark Vernieuwen. Uit de Verenigingsstraat is de gelukkige supporter die ook met zijn partner iets mag gaan eten in de Charles Lindbergh.
Hartelijk dank aan de sponsor en een fles cava. Niels, veel succes voor de volgende wedstrijden. Ja, en hopelijk maakt u nog zulke schitterende doelpunten. Dank u wel. Goedenavond en tot wederhoren.